Goedenavond, daar zijn we weer. En we openen deze samenkomst met gebed, zoals we dat gewend zijn. Trouwe God, God van de geschiedenis. God van Abraham, Isaac en Jacob. God die van het begin af het einde weet. En alles wat ertussenin zit. Vanavond mogen we weer uw woord openen en nadenken over die wonderlijke geschiedenis. Waarin Jacob, Israël, zo'n centrale plaats inneemt. Het is best een ingewikkeld onderwerp. Help ons om het goed over het voetlicht te krijgen. En ook om het goed te begrijpen. En we bidden u bij voorbaat om uw zegen. Dat we meer inzicht krijgen in uw handelen met Israël. Door de eeuwen heen. Tot de eindtijd aan toe. We loven en prijzen u voor deze gelegenheid. Vertrouwen ons in alles aan u toe. Opdat u in ons verheerlijkt wordt. Amen. Ik ga u voorlezen uit de Herziene Statenvertaling uit Genesis 32. Een heel bekend verhaal. Vanaf vers 24. Genesis 32, vers 24. Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel was gegaan. Hij ging echter mank aan zijn heup. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik ga u vanavond het verhaal van Jacob en Esau vertellen. En u zegt, dat ken ik al lang, dat heb ik al op de zondagsschool gehoord. Nou, zoals ik het vanavond ga vertellen, hebt u het waarschijnlijk niet op de zondagsschool gehoord. En ik ga dat verhaal beginnen waar het begint. Bij de zwangerschap van de moeder van Jacob en Esau. En ik zeg u bijvoorbeeld waarom het verhaal voor mij zo belangrijk is, niet alleen voor mij, in de Bijbel zo'n belangrijke plaats inneemt. En dat komt doordat Jacob heen wijst naar Israël. Zijn naam is Israël, dat zie je al in dit gedeelte. Maar ook zijn nakomelingen is het volk Israël. Maar Esau is de voorvader van de Edomieten, van het volk Edom. En de oude rabbijnen zeiden al Edom. Ja, dat zeiden ze niet, maar als ze het over Edom hadden, dan bedoelden zij het Romeinse Rijk en ook later het christelijk geworden Romeinse Rijk. Ze bedoelden daarmee eigenlijk wat wij vandaag zouden noemen het hele christelijke Westen. Kijk, dan wordt het verhaal meteen al veel spannender, nietwaar? Het verhaal van Jacob en Esau is het verhaal van Israël te midden van de volkeren. Niet zozeer in het Midden-Oosten of in Azië, maar Israël in relatie tot onze eigen wereld, het christelijke westerse wereld. Als hun moeder Rebecca zwanger is van deze twee, dan lezen op een bepaald moment, in sommige vertalingen staat dat die kinderen op elkaar stieten, maar er zijn ook veel vertalingen, vooral in het Engels, die zeggen they struggled, ze worstelden met elkaar. En dat vind ik eigenlijk een nog veel verhelderendere vertaling. Het is toch wat als tweelingen al in de moederschoot met elkaar op de vuist gaan, om zo te zeggen. Strijden met elkaar. En als Rebecca dan gaat vragen wat er met haar aan de hand is, dan zegt de Heere God, twee volken zijn in jouw schoot. En twee naties zullen zich in jouw ingewanden of vanuit jouw ingewanden van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere of de oudere zal de jongere dienen. Dat betekent, die twee strijden met elkaar al in de moederschoot, maar op de lange duur zal de jongere het winnen.
Hij wordt, en dat is dus Jacob, hij wordt uiteindelijk de zegevierder, de overwinnaar. En die andere, Esau, Edom, zal hem dienen. Daar hebben we al een eerste sleutel tot hun geschiedenis. En dan komt het moment van hun geboorte. Dan lezen we, de eerste jongen kwam naar buiten, rossig, zijn hele lichaam als een harenmantel. Daarom noemden ze hem Esau, dat betekent harig. Daarna kwam zijn broer naar buiten, wiens hand Esau's hiel vasthield. Daarom werd hij Jacob genoemd. Esau is harig, wat is Jacob? Jacob komt van een woord dat betekent hiel. Hij werd genoemd naar die merkwaardige gebeurtenis, dat hij die hiel van zijn broer vasthield. En dat is ook weer zo'n sleuteluitdrukking. Wat betekent dat? Dat moet wel belangrijk zijn, want zelfs zijn naam is daarna genoemd. Jacob, en dat betekent niet hielen lichter. Dat zeggen sommige mensen en dat is wat broer Esau daar later ook van maakt, als hij zich bedrogen voelt door Jacob. Nee, het betekent veel meer zoiets als hielvasthouder. Hielvasthouder. En de oude rabbijnen zeiden al, het betekent ook degene die na een ander komt, die hem op de hielen volgt. Het betekent dus zelfs plaatsvervanger. Die tweede komt na die eerste. Maar het eerste, hij houdt die hiel vast, betekent ook heel, en dat vind ik ook heel mooi, in de geschiedenis van Israël en de volkeren. En dat is dat Israël de volkeren, ondanks hun heidendom, ondanks hun antisemitisme, ondanks hun verwerping van Israël, die volkeren wereld nooit heeft prijsgegeven. Israël heeft zich nooit daarvan afgewend om zijn eigen ding te doen. Door de ballingschap kregen ze ook vanzelf een plaats tussen die volkeren. En ze zijn daar heel vaak tot grote cultuurzegen geweest. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag zo. Ze geven die westerse wereld niet op. Terwijl omgekeerd die westerse wereld hun zoveel kwaad heeft gedaan. Maar uiteindelijk zal Jacob volgen op Esau. Dat hiel vasthouden betekent, hij wordt uiteindelijk vervangen, die Esau, door Jacob. Israël zal tenslotte zegen vieren. In Daniël 7 lezen we zo prachtig, vers 27, dat alle volkeren niet alleen aan de Zoon des Mensen verantwoording verschuldigd zullen zijn, aan hem zullen zijn onderworpen, maar ze zullen onderworpen zijn aan het volk Israël. Dat zal zegen vieren. Als dan de zegenmoment komt aangebroken, als dan het moment van zegenen, ik moet even netjes zeggen, is aangebroken, dan weten we dat Rebekka en Jacob samen hun oude vader Isaac hebben bedrogen. En daardoor sleept Jacob de grote zegen van Isaac in de wacht. Dat is de zegen waardoor hij ook het vat van de belofte is. Met hem gaat God de lijn van de belofte en van het verbond voortzetten. Dat was wel met bedrog verbonden, maar het was ook wel degelijk zo dat Jacob daar recht op had. Hij had per slot van rekening dat eerstgeboorterecht gekocht van Esau. Ook al zo'n dramatisch verhaal. En toch is Esau heel erg boos als hij zich bedrogen weet door zijn moeder en door zijn broer, die de zegen van hem hebben afgepakt. Nomen. En dan heeft Isaac ook nog een zegen voor Esau. Een soort reservezegen. En daarin treft ons vooral dit zinnetje. Als je goed je best doet, als je losbreekt van je broer, dan zul je zijn juk van je hals afrukken. Isaac zegt, en ik geloof dat dat geïnspireerd is door de Heere God, je zult van je zwaard leven, je zult je broer dienen, maar als je wilt, als je je losbreekt, dan zul je dat juk van hem afwerpen. En dat is eigenlijk de keuzes die Esau heeft. Hij kan accepteren hoe de situatie is, hoe God het ook bedoeld heeft. Jacob heeft de zegen, ook al is hij de tweede broer, de jongere broer. Jacob heeft de zegen ontvangen, met hem gaat de lijn van de belofte verder. En nu kan Esau twee dingen doen. Hij kan Jacob zegenen. Dat betekent de zegen van Isaac voor Jacob accepteren. Maar het betekent ook wat God al zegt in Genesis 12 tegen Abraham.
Wie u zegent, die zal gezegend zijn. En wie u vervloekt, die zal vervloekt zijn. Israël zegenen is de weg tot de zegen. Ik durf rustig te zeggen, er kan geen mens uiteindelijk behouden worden buiten Abraham om. Het heil is uit de Joden, zegt de Heer Jezus in Johannes 4. En dat betekent ook dat we Israël moeten zegenen, mogen zegenen. En als we Israël zegenen, zullen we zelf gezegend zijn. Dat heeft God al aan Abraham beloofd. De weg voor Esau is Jacob te zegenen. Of het omgekeerde. En dat is wat Edom, de westerse wereld, altijd weer opnieuw geprobeerd heeft. Het juk van Israël af te werpen. Israël te onderdrukken. Israël zo mogelijk uit te roeien. Op een verschrikkelijke manier. Esau kan niet zijn ware aard verloochenen. Hij probeert het altijd weer. En nou komen we dan tot die beroemde gebeurtenis. Jacob heeft moeten vluchten voor zijn broer. En na 20 jaar komt hij terug. Hij heeft intussen 4 vrouwen en 12 zonen. En hij ziet er vreselijk tegenop. Want hij weet, Esau zal ongetwijfeld nog steeds woedend zijn. En als de boodschappers hem vertellen dat Esau onderweg is met 400 man. Dan schrikt hij zich wezenloos. Wat zal dat betekenen? 400 strijders. Esau is een strijder geworden. En dan 400 strijders met hem. Wat moet dat betekenen voor zijn kindertjes? Geen van allen waren ze nog volwassen. Wat moet dat betekenen voor zijn vrouw, voor zijn vee, voor alles wat hij bezit? Wat moet dat betekenen voor hemzelf? En die laatste nacht voor de confrontatie met Esau is hij verschrikkelijk nerveus. Hij probeert het zo te regelen dat als Esau dan aanvalt, eerst de minst geliefden zullen worden weggerukt en de meest geliefden, vooral Rachel en Jozef, die blijven dan meer buiten schot. Zolang als het maar kan, maar hij is doodzenuwachtig. Het zijn twee vechters, hè? Ze vochten al in de moederschoot met elkaar. En hoe zal het nu gaan? Want hij heeft geen leger bij zich. Oh ja, toch, hij heeft toch een leger bij zich. Want Genesis 32 zegt aan het begin dat een leger van engelen hem volgde. En hij noemt die plek Mahanaim. Dat betekent twee legers. Dat betekent misschien het leger van hemzelf en dat leger van engelen. Dus hij gaat zijn broer tegemoet, maar met een engelenmacht. God is met hem, God zegent hem. En dan voordat hij de volgende dag zijn broer zal ontmoeten, dan ontmoet hij, zoals het in eerste instantie heet, een man. En die man vecht met hem. Nou komen we op een moeilijk punt. Want er zijn twee heel verschillende uitleggingen van dit gedeelte. De ene uitleg, die ik het eerste zal noemen, die is verreweg het bekendst. En de meesten van u zullen die uitleg ook het beste kennen. En als u zegt, nou alles wat ik erover ga vertellen, ik hou nog steeds vast aan die uitleg, nou dan hebt u mijn zegen voor zover het wat waard is. Allemaal best. Het gaat hier niet om de fundamenten van ons christelijk geloof. Maar ik vraag u wel heel vriendelijk, luister ook eens naar die andere uitleg die ik ga geven. Dat is de uitleg van heel oude rabbijnen en ook door bepaalde christenuitleggers. Ik weet, er zijn ook rabbijnen geweest die volgden de bekende eerste uitleg. En er zijn ook veel christenuitleggers geweest die dat zo hebben, daar de voorkeur aan hebben gegeven aan die eerste uitleg. Maar ik vraag u direct ook te luisteren naar de tweede. Nou, wat is de eerste uitleg? Die engel, dat is een engel van God. Dat is een goede engel. En die komt daar om, ja wat? Hij komt daar om met Jacob te vechten. En Jacob, en hij kan daarbij niet de overwinning halen. Jacob is te sterk. Een goede engel. En dat wordt dan bevestigd door het feit dat er gezegd wordt dat Jacob met God gestreden heeft. Dus die engel is een regelrechte vertegenwoordiger van God. Er wordt ook gezegd dat de engel Jacob moet zegenen en dat doet. Dus dat kan ook alleen maar een engel van God zijn. En zo zijn er verschillende dingen waar ik me heel goed in kan vinden dat iemand zegt, dat is de goede uitleg. Dit is een engel van de Heere God en die komt om Jacob te zegenen voordat hij de strijd met Esau aanbindt. Nou, als u na afloop van deze avond dat nog steeds zo wil zien, ik vind het best. Ik zeg ook niet dat het fout is, ik zeg alleen luister nou eens naar die tweede. Die tweede uitleg is, dit is geen goede engel, dit is een kwade engel.
En er zijn verschillende argumenten voor. In de eerste plaats, waarom komt hij om met Jacob te vechten? Punt 1. En waarom kan hij het niet van Jacob winnen? Dat is punt 2. Hoe kun je nou voorstellen dat een engel die regelrecht namens de Heere God komt, en om met hem te vechten, het niet zou kunnen winnen? Dat staat ook zo mooi in de HSV. Hij kon hem niet overwinnen. Dat is dan toch al een beetje een moeilijkheid. En dat niet alleen, hij doet nog iets heel ergs. Hij kan niet winnen, maar hij doet wel iets heel gemeens. Hij slaat Jacob op zijn heupgewricht. Waarom nou juist daar? Nou, dat komt in het boek Genesis, betekent de heup, je kunt ook vertalen de dij, is soms een wat verborgen heenwijzing naar de geslachtsdelen. Dat betekent eigenlijk, hij slaat Jacob in zijn nageslacht. We lezen ook dat zijn nakomelingen, en dat vind je vaker in de Bijbel, uit zijn lendenen zijn voortgekomen. Dat is net zo'n verhullende uitdrukking. Dat betekent, als hij Jacob niet kan overwinnen, dan slaat hij hem op zijn heupgewricht, zodat in elk geval de nakomelingen van Jacob elke keer weer getroffen zullen worden. En zo is het door de eeuwen heen ook gegaan. De kindertjes moesten het vaak ontgelden. Dat was al zo in Egypte, waar de jongetjes in de Nijl werden geworpen, tot aan de vele, vele kinderen toe die in Auschwitz zijn omgekomen. Als hij niet kan winnen van Jacob, dan kan hij in ieder geval proberen hem te raken in zijn nageslachten. En dat is maar al te goed gelukt. Helaas, helaas. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Je zou zeggen, hij wordt hier toch God genoemd, Elohim. Maar dat woord Elohim, dat Hebreeuwse woord voor God, dan kan ook in het Oude Testament andere dingen betekenen. Soms betekent het engel. Een heel bekend voorbeeld, Psalm 8. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, zegt de Statenvertaling. En dat is begrijpelijk, want zo staat het ook in de Hebreeënbrief. Maar het woord engelen daar is Elohim. Dus een Elohim, dat is eigenlijk een meervoudig woord. Dat kan ook betekenen hogere wezens, bovennatuurlijk wezen. Samuel ziet Saul ziet zo'n bovennatuurlijk wezen verschijnen bij de heks in Endor. En dat blijkt dan Samuel te zijn. Met andere woorden, deze man is inderdaad een engel. Een Elohim. En dat wordt ook bevestigd door Hosea 12. We hebben daar helemaal geen tijd voor om dat erbij te halen. Maar ik vraag u straks ook nog eens Hosea 12 na te lezen, vers 2 tot 5. En dan moet je dat ook alweer in de goede vertaling lezen. Want als je dat heel letterlijk vertaalt, dan zie je dat het strijden van Jacob met deze engel parallel is van het strijden van Jacob met zijn broer. Deze engel is niet zomaar een donkere engel. Het is de engelvorst van Esau, van Edom. En daar heb ik een paar belangrijke argumenten voor, denk ik. Jacob verwacht al in de loop van dit hoofdstuk dat hij het aangezicht zal zien van Esau. Dat zegt hij letterlijk zo. En in het volgende hoofdstuk, als die Esau tegenkomt, en hij dringt erop aan dat Esau al die cadeautjes in ontvangst zal nemen die hij naar Esau toegestuurd heeft, dan zegt hij tegen hem, niet, je moet wel, want ik heb je engelvorst gezien. Hij zegt het iets subtieler. Hij zegt, ik heb jouw aangezicht gezien, Esau, zoals je het aangezicht van Elohim ziet. Met andere woorden, ik heb gisteravond van jouw engelvorst gewonnen. Voor mij is dat ook de hele verklaring waarom Esau, ondanks die 400 man die hij bij zich heeft, als een blad aan de boom omgedraaid is. Hij treedt Jacob met de grootste vriendelijkheid tegemoet. Hij neemt hem in de armen. Hoe kan dat nou in vredesnaam zijn, zou je zeggen? Ja, daar heeft een grote verandering plaatsgevonden. Jacob heeft gewonnen. Maar hoe won hij? Jacob had in die strijd die een hele nacht duurde verschillende dingen kunnen doen. Hij had heel hard weg kunnen lopen, dan had hij de hele strijd vermeden, maar dan waren ook al die mooie dingen er niet uit voortgekomen. Hij had ook, toen hij deze man overwon, hem tegen de grond kunnen slaan. Hij had zijn voet op zijn nek kunnen zetten. Maar weet je wat Jacob doet? Hij neemt die man in zijn armen, hij neemt hem in de houtgreep. Hij laat hem niet los. Dezelfde Jacob die Esau bij zijn verzen, bij zijn hiel pakte, die laat ook deze engelvorst van Esau niet los. En hij zegt, ik laat je niet gaan tenzij dat je me zegent. Weet je nog dat ik gezegd heb
dat er voor Edom twee opties zijn. Hij kan vechten met Jacob, en dat heeft hij nou net de hele nacht gedaan. En dat was hem ook van tevoren al verkondigd. Dat deed hij al vechten met Jacob in de moederschoot. En Isaac had gezegd, als je flink tegen hem optreedt, dan heb je kans dat je zijn juk van je hals kunt loswurmen. En zo strijdt hij. Maar Jacob overwint hem. Neemt hem in de houtgreep en zegt, dit is jouw weg niet. Je moet een andere weg gaan. En dat is dat je mij zegent. En mij zegenen betekent dat je eindelijk erkent dat ik de zegen van God heb gekregen. Weliswaar niet op een erg fraaie manier. Ik heb daarbij bedrog gepleegd en onze moeder heeft dat ook gedaan. Maar uiteindelijk heb je zelf mij het eerstgeboorterecht verkocht. Dit is de zegen, ik heb er recht op. Erken het. En zegen mij in de zin van wens mij het goede van God toe. Want dit is vanaf Genesis 12 de regel voor elk mens tot aan de eindtijd. Wie Israël zegent, die zal gezegend zijn. En wie Israël vervloekt, die zal vervloekt zijn. Mijn tweede uitleg waar ik dus nou mee bezig ben, die geeft voor mij zoveel een zinniger verklaring, dat toen ik eenmaal ontdekte hoe de oude rabbijnen dat uitlegden, en ook later de christelijke uitleggers, lang niet allemaal, maar veel wel, toen vielen heel veel van die stukjes veel meer op hun plek. Ik begon heel veel dingen beter te begrijpen. Jacob kon met die engelschaar. En voordat hij Esau zou ontmoeten, komt de engelvorst van Esau. Weet u nog, als u de vorige keer hier was, dat is, ik weet niet, een week of vier geleden dat ik hier ook stond. En toen heb ik heel uitvoerig over die engelvorsten gesproken. Ik heb toen verwezen naar mijn boek, De Negende Koning. Waar je uitvoerig dat hebt uiteengezet. Ik heb daar ook het verhaal van Jacob en Esau verteld. Alle volken hebben engelvorsten. En Israël heeft eigenlijk nooit zozeer met die vijandige volken te maken, maar veel eer met de engelvorsten daarachter. En ik heb dat laten zien, het gaat niet om Egypte, het gaat om de engelvorst van Egypte. Het gaat niet zozeer om Babylon, het gaat om de engelvorst achter Babel. En ik heb daar allemaal schriftplaatsen bij genoemd. En zo was dat bij Assur, zo was het bij het Romeinse Rijk, bij het Griekse Rijk, het Perzische Rijk, het Babylonische Rijk. Ik heb nou de volgorde omgekeerd weergegeven. Het komt steeds weer terug. Jacob heeft machtige engelen achter zich. Maar de vijand ook. En ik vind het zo bijzonder dat als ze een nacht lang met elkaar strijden, dat die zwarte engel het niet kan winnen. Ik moet nog iets zeggen over die zwarte engel. En dat versterkt ook weer die tweede opvatting. Op een bepaald moment zegt die engel tegen Jacob, laat mij gaan, want de dageraad komt eraan. Waarom zou die engel bang moeten zijn voor de dageraad? Waarom zou die willen verdwijnen voordat de dageraad verschijnt? Omdat in die tweede uitleg dit een duistere engel is. Dit is een engel die het licht vreest. Dit is een engel van de nacht. En daarom vraagt hij, laat me toch gaan, laat me gaan, laat me los. Jacob zegt, ik laat je nooit los. Je moet eerst zegenen. Dat is voor jou de zegen, Esau. Als je mij zegent, komt het goed met jou. Laat ik meteen even aan het einde van het verhaal doorgaan. Voor het geval dat ik dat zou vergeten. Maar het is ook zo belangrijk dat het ook best snel al genoemd mag worden. Met Edom komt het uiteindelijk niet goed. Edom gaat te gronden. Er zijn hele hoofdstukken in Jesaja, Jesaja 34, Jesaja 63... die over de ondergang van Edom spreken. Dat is met de westerse wereld ook zo. De westerse wereld gaat ten onder. Op die Edomieten na, Edomieten tussen aanhalingstekens, zijn wij dus ook allemaal, op die Edomieten na, die Israël zegenen. En die ook de Messias van Israël hebben leren kennen. En hebben geleerd om hem te zegenen. En die al hun heil daarvan verwachten. Het heil is uit de Joden. Dat zijn degenen die uiteindelijk deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Zo, nou pak ik die draad weer op, want daar moeten we tenslotte uitkomen. Maar ik wil het nu alvast gezegd hebben. Ik ben van nature geen Jood. Ik ken 5000 van de voorouders van mijn kinderen, maar ik kom daar misschien een paar Joden tegen, maar het is de moeite niet waard om over naar huis te schrijven. Ik ben een Edomiet. Ik hoor bij deze westerse wereld, bij dit Romeinse Rijk, dat gekerstend is, christelijk is geworden, zogenaamd, in naam. En de eerste keer dat ze officieel bij elkaar kwamen, die christenleiders in 325 in Nicea, werden ook de eerste geboden tegen de Joden uitgevaardigd.
Edom veranderde van godsdienst, maar Edom veranderde niet van zijn diepere intenties. Integendeel, dat zogenaamde christelijke rijk werd alleen maar des te groter een vijand van Israël. Dat is diep triest. En toch is er voor mij en voor iedereen van ons, en voor velen van jullie die kijken, want anders keek je niet naar zo'n uitzending als deze, is er hoop. Hoop in Israël. Het heil is uit de Joden. Hoop in de Messias van Israël. Hoop in de geweldige toekomst die hij ons weet te bieden. Een van de mooie dingen van de tijd waarin wij leven, vanaf de Tweede Wereldoorlog mag je wel zeggen, van na de Holocaust mag je wel zeggen, is een zekere verbroedering die je vindt tussen Joden en Israël, waar ook christenen van Israël een uitvloeisel van is. Christenen voor Israël. Een toenadering. Verbroedering is een veel te groot woord. Toenadering. Beter begrip voor elkaar. Dat is voor mij een teken van de eindtijd. Dat is heel bijzonder. En als ik dan kijk naar het hoofdstuk 33, wat dan hierop volgt, die volgende dag. Jacob moet nog steeds zijn broer tegemoet gaan. Hij weet wat er gebeurd is. Hij heeft de engelvorst van Esau aanschouwd en hij heeft overwonnen. Maar hij is toch nog steeds zenuwachtig, want hij blijft toch wat dat betreft altijd wel hetzelfde. Dat vertrouwen op de Heere God, dat komt bij hem pas heel laat in zijn leven. En dus zijn we allemaal stom verbaasd, en dat was toch een hoogtepunt als het op de zondagsschool verteld werd, als dan Esau en Jacob elkaar in de armen vallen. En dan worden er dingen verteld, ik wees daar straks al heel even op, zoals neem die zegen aan. Ik heb jou allerlei kudden toegestuurd als cadeautje. Dat moet je accepteren van mij. Wat nee, zegt Esau, dat heb ik allemaal helemaal niet nodig. Jawel, zegt hij, dat moet je aannemen. Want ik heb het aangezicht van jouw engelvorst gezien. He, dat is in mijn vertaling dan zo. Je hebt geen keuze. Jouw engelvorst heeft mij gezegend. Nou moet je mijn zegen accepteren. Dat hoort zo bij elkaar. Als je Israël zegent, dan word je gezegend. Wees niet bang voor die zegen. Accepteer hem. En dat doet Esau. En dan komt er een prachtig moment. En dat is dat Esau zegt, kom, ga met me mee. Dan gaan we naar mijn land waar ik woon, het gebergte Seir. Dan ben je mijn gast. En Jacob voelt meteen nattigheid. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Het is mooi om elkaar te ontmoeten. Het is mooi om elkaar in de armen te vallen. Maar hij zegt, nee, dat kan niet. Jij bent met 400 sterke mannen, misschien wel ruiters. Ik ben met een heleboel kudden en met kleine kinderen en grotere kinderen, maar allemaal nog kinderen. Gaan allemaal veel te langzaam. We kunnen eigenlijk samen niet optrekken, Esau. We zijn wel verbroederd. We hebben wel weer vrede gesloten. Maar dat wil niet zeggen dat we ook samen kunnen optrekken. En dat is natuurlijk ook vandaag de dag nog steeds zo. Joden zijn Joden, christenen zijn christenen. En ze gaan beter met elkaar om dan ze in eeuwen gedaan hebben. Maar ze kunnen niet met elkaar optrekken. Ze hebben een verschillende tred. Een verschillend tempo. Verschillende instelling. Voor de manier waarop ze in deze wereld staan. En Rashi, een van de grote middeleeuwse Joodse uitleggers, zegt dan, komen ze dan nooit bij elkaar uit in Seir? Ja, toch wel. Toch wel. En dan wijst hij op een tekst in het boek Obadja. En in dat boek Obadja, dan lezen we dat er verlossers zullen verschijnen op het gebergte van Seir. En dan zegt Rashi, kijk, uiteindelijk komen ze bij elkaar. En uiteindelijk zullen ze ook samen wonen. En dat is dan eigenlijk in het Messiaanse Rijk. Ze zijn heel lang een onderscheiden weg gegaan. Joden en christenen. Voor mij een van de meest wonderlijke dingen waar ik ook nooit over uitgedacht raak. Hoe kon het zo gaan? En hoe is het gegaan? En hoe gaat het nu met die twee? Jacob en Edom. Israël en Edom. Wat zijn de relaties? En hoe vaak is het misgegaan? Hoe vaak heeft Edom inderdaad niet geprobeerd het juk los te rukken van de hals? Want ze waren de ondergeschikte. Israël was en bleef nummer 1. Zij waren de ondergeschikte. Maar door Israël te slaan, door Israël altijd weer te proberen uit te roeien, probeerde Edom het juk van de hals los te rukken. En zelfstandig te zijn. Je hebt ook vandaag heel wat orthodoxe christenen.
die dus heel dicht bij het Nieuwe Testament willen leven, maar die toch eigenlijk met Israël niks hebben. Die werkelijk denken dat je christen kunt zijn zonder dat je je bewust bent van de wortels die je liggen in het jodendom. Je Joodse wortels. Ze zien een soort christendom. En om eerlijk de waarheid te zeggen, ook de formulieren van enigheid, officiële geloofsbelijdenisgeschriften van de Nederlandse kerken, de protestantse kerken, die hebben het niet over Israël. Hoogstens een keer zijdelings, als het over de geschiedenis gaat. Daar wordt een heel christendom ontvouwd, alsof je een christendom kunt voorstellen zonder de wortels in het jodendom. Als ik nog even reclame mag maken, ik heb net een boekje gepubliceerd bij Kok. Dat heet Dit geloof ik. Daarin heb ik geprobeerd samen te vatten wat ik nou 53 jaar lang heb gepredikt. En een van de eerste hoofdstukken, die zou ik 40 jaar geleden zo niet geschreven hebben. Dat gaat over de Joodse wortels van het christendom. En daarin probeer ik te laten zien dat in zekere zin, als je het goed bekijkt, je christendom zou kunnen omschrijven als vervuld jodendom. Vervuld jodendom, namelijk vervuld in de Messias, Yeshua Mashiach van Israël. En dat is voor mij heel erg belangrijk geworden. Heel belangrijk, dat wat elke keer herhaald wordt. Israël zegenen. Het klinkt misschien kras wat ik straks gezegd heb. En als u het te kras vindt, dan mag u dat straks gewoon vertellen in de vragenbeantwoordingen, vragenstellerij. Als u het te kras vindt dat je eigenlijk niet behouden kan worden als je Israël niet zegent, dan zeg ik nog eens, wat betekent het dan? Het heil is uit de Joden, Johannes 4. Je kunt niet om Israël heen. Je kunt ook sinds Abraham geleefd nooit meer om Abraham heen. Je kunt nooit meer om Isaac heen. Je kunt nooit meer om Jacob heen. Alle zegen loopt langs die lijn. En de uitdaging aan Esau is: erken de zegen van je broer. En zegen hem, wens hem het goede van God toe. Dan zul je zelf gezegend worden. Er is geen andere lijn. En dan moet je je niet verontschuldigen door te zeggen, ja, maar die Esau, dat is me er. Ja, dat is me er inderdaad, één jaar. Een jager. Jacob was een herder. Esau was een jager. Er is veel op Esau aan te merken, maar er is altijd toch nog veel meer aan te merken op Jacob. Op Esau aan te merken, maar er ook veel meer aan te merken op Jacob natuurlijk. Op allebei. Wat dat betreft, als het gaat om hun menselijke natuur, nou, dan kunnen ze elkaar de hand geven. Als het gaat om de genade van God, kunnen ze geen van beiden ook maar ergens recht op laten wedervaren. Zo simpel is het. Is Israël altijd zo'n geweldige getuigenis geweest voor de volkeren van de God van Israël? Hebben ze het er beter afgebracht dan de christelijke kerk? Nee, uiteindelijk zijn ze allebei volstrekt van genade afhankelijk. Maar dat verandert niets aan het feit dat die Jacob, die een bedrieger is, die zijn broer bedriegt en zijn vader bedriegt, en later zijn schoonvader, spelen ze bedriegerij naar elkaar toe, Laban. Ja, dat is Jacob. Maar je kunt niks veranderen aan het feit dat hij de lijn van de belofte is. Dat de zegen voor hem is. Hij is er op een oneerlijke manier aangekomen en toch kwam hem die zegen toe. Zo had God het beschikt. Hij blijft nummer 1. Hij blijft onze oudste broer. Terwijl Jacob eigenlijk de jongste broer was. Maar hij is uitverkoren om de oudere te zijn, te worden. Het eerstgeboorterecht te ontvangen. En zo gaan die twee uit elkaar. En zo gaan ze nog steeds uit elkaar. Een bekende rabbijn in Nederland zei ooit, vroeger werden we door de christenen doodgeknuppeld. Nu worden we door hen doodgeknuffeld. Maar het is, laat ons maar met rust. Laat ons maar met rust. Ooit had ik een televisieuitzending met hem, waarin hij dat ook zei. Het was al een wonder dat hij kwam opdagen om mee te doen in die televisieuitzending. Want hij zei eigenlijk, willen we het liefst maar met rust gelaten worden. Gaan jullie christenen maar je eigen gang. Prima, laat ons dan maar ons eigen ding doen. Ze kunnen niet samen optrekken. Ze zijn te verschillend. Die kerk uit de volkeren, dat blijven toch heidenen, ook al hebben ze de God van Israël leren kennen. Het zijn twee verschillende werelden. Zodra Esau aan de horizon verdwenen is in Genesis 33, terwijl Jacob de idee had gegeven, wij komen er ook aan, we komen eraan, rustig aan, maar we kunnen niet zo snel als jullie, gaan jullie maar voor vooruit. En Esau gaat terug naar Seir en wat doet Jacob? Onmiddellijk draait hij linksaf en dan gaat hij naar Sukkot en later naar Sichem. Hij was helemaal niet van plan om te volgen, lijkt het wel.
Vandaar nogmaals een keer die mooie opvatting van Rashi, die grote Joodse rabbijn, de prachtige uitlegger van het Oude Testament, die zei, komen ze dan nooit bij elkaar uit, komen ze nooit in Seir? Ja, het Messiaanse Rijk. Het Messiaanse Rijk. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb dat helemaal beschreven in mijn boek De Negende Koning, maar oorspronkelijk heb ik deze uitleg gelezen bij Dr. F. de Graaf. Theoloog, hervormd theoloog, cultuurfilosoof. In een boekje dat heet Het Geheim van de Wereldgeschiedenis. Misschien kunt u het ergens vinden. Maar het nadeel van het boekje is, er is geen enkele verwijzing naar Joods of christelijke bronnen. Dat heb ik allemaal zelf moeten uitknobbelen. En die heb ik ook veel gevonden. En ik heb die allemaal in mijn boek vermeld. En ik zeg er ook bij, als u die andere uitleg wil, en dit is een engel van God, ik vind het prima. Maar die andere geeft mij dieper inzicht in die wonderlijke wegen die christenen en joden samen gegaan zijn en meestal niet samen. Meestal elkaar vermijdend, meestal ruzie makend. Ze vochten al in de moederschoot. En één nacht hebben ze de hele nacht gevonden. En ik zal je vertellen, degene die het vat van Gods belofte is, die wint altijd. Maar als je hem zegent, word je zelf ook gezegend. En dat is een geweldige troost. Zo, dan gaan we direct al uw vragen beantwoorden. En u mag alle vragen waar u het met mij niet eens bent rustig vertellen. Want ik ben dat zo langzamerhand wel gewend. Brand maar los nadat we even gepauzeerd hebben. Maar die pauze ga ik niet aankondigen. Dat doet Sarah. Jawel, ik popel. Het is zo leuk om dat te doen. Vooral omdat je dan kunt zien ook wat ik had moeten noemen en niet genoemd heb. Maar als smoesje heb ik daarbij dat ik ervan overtuigd was dat wat ik niet zou noemen, dat in de vragen vanzelf naar voren zou komen. Dat is ook zo. Want één belangrijk punt dat ik niet genoemd heb, en dat hebt u terecht genoemd, verschillende vragen, die namensverandering van Jacob. Ik kan me zo voorstellen dat mensen zeggen, dat is toch wel een sterk argument dat dit een engel van God was. Wie kan Jacob nou zijn nieuwe naam geven, behalve een engel van God? Aha, maar dan vergeet u één ding. En dat is dat in Genesis 35, een paar hoofdstukken verder, als Jacob teruggekeerd is naar Bethel, de Heere God zich aan hem openbaart en hem de naam Israël geeft alsof er niks gebeurd is. God negeert eenvoudig wat er in Genesis 32 is gebeurd en geeft aan Jacob deze naam, Israël. En ik geloof zelfs, dat heb ik nog nooit bij iemand gelezen, dat heb ik zelf bedacht, dat in die beide gevallen de naam ook niet helemaal hetzelfde betekent. Het zou best leuk zijn, maar dat kan nou niet, om u te vragen, hebt u eigenlijk wel enig idee wat Israël betekent? De naam. Kijk, Christus is makkelijk genoemd, dat komt van Grio, Zalven, is naar Christus genoemd. Maar Israël is best een ingewikkelde naam. Zoals de engel dat bedoelt, van wie ik dus denk, althans ik vind dat de betere verklaring, dat dat een negatieve engel is, dan is dat een narrige naam. Hij zegt het op een narrige manier. Hij zegt, jij bent nou echt een Israël. Jij hebt met God, met een kleine g, je vorstelijk gedragen. Weet u dat ik de vorige keer het had, toen ik hier stond, maar dat is alweer lang geleden, over die engelvorsten, dat het Hebreeuwse woord sar is? Weet u dat ik toen ook zei dat Sarah, die hier zit, datzelfde element in haar naam draagt? Sarah betekent vorst en Sarah betekent vorstin en Sar betekent vorst. En dat is afgeleid van een werkwoord dat je terugvindt in dat woord Israël. Isra, dat betekent je vorstelijk gedragen. De engel zegt, jij bent Israël, want je hebt gestreden met een L. Dat is hier ook weer zo'n bovennatuurlijke gestalte, een engel. En je hebt je vorstelijk gedragen. Of ook, je hebt gestreden met hem en je hebt overwonnen. Dat is mooi. Maar in Genesis 35 zou je de naam een beetje anders uitleggen. En eigenlijk is dat een beetje logischer. Want als je denkt aan een naam als Daniel of Raphaël, dat zijn allemaal namen waarbij dat woord El, dat dus God betekent, zelfstandig gebruikt wordt. Raphaël is God geneest. Daniel, God is mijn rechter. En zo betekent Israël ook God strijdt voor mij. God is degene die zich vorstelijk gedraagt. Daar zit in de naam Israël, daar is maar heel weinig op gewezen, voor zover ik althans heb kunnen vinden, een soort dubbelzinnigheid. Zeker vanuit het standpunt van de engel gaat het erom dat
Jacob zich vorstelijk gedragen heeft. Zo wordt het ook uitgelegd. Door te strijden met de engel en die engel te overwinnen, maar hem tegelijkertijd niet weg te laten lopen. Niet last te laten voordat hij die zegen heeft uitgesproken. Daar gaan we het ook nog over hebben. Terwijl in Genesis 35, als God die naam aan Jacob geeft, dan ligt het accent daar waar zo'n naam eigenlijk normaliter ons op de gedachte zou brengen het zo weer te geven, namelijk dat God het onderwerp is. God is onze strijder. God is degene die zich vorstelijk gedraagt. Nou, dus die naamsverandering, dan kun je zeggen, ja, dat is toch duidelijk bewijs dat het een engel van God is. Je kunt ook zeggen, waarom wordt het dan totaal genegeerd in Genesis 35, waar God zelf aan Jacob diezelfde naam geeft. Maar dan als het ware met een andere invalshoek. Heel veel van de vragen hebben te maken met dat misverstand over het feit dat El en Elohim gewoonlijk God betekenen. Maar ik heb u al gezegd, dat is niet altijd zo. Er is nog een andere plaats in Genesis, ik kan het nou niet direct noemen, waar Elohim ook met een meervoudig werkwoord wordt gebruikt. En waar het ook goden betekent, maar dan in de zin van engelen, hogere machten. Net als in Psalm 8, wat ik straks citeerde, gij hebt hem maar weinig minder gemaakt dan de engelen. Daar gaat het over de zoon des mensen. Minder gemaakt dan de Elohim. Ik moest dat ooit vertalen op toen ik examen Hebreeuws deed bij professor Frankena. En ik moest Psalm 8 vertalen en ik vertaalde, u hebt hem maar weinig minder gemaakt dan de engelen. En toen lachte hij en hij zei, als u nou niet de Hebreeënbrief zou kennen, wat zou u dan vertaald hebben? Dan zou ik vertaald hebben, professor, weinig minder gemaakt dan God of weinig minder gemaakt dan de goden. Nou, dat werd goedgekeurd. Elohim is dus niet altijd God. Maar als je het in de herziene statenvertaling leest met al die hoofdletters, de man staat al met een hoofdletter, ja, dan word je helemaal van het begin af aan al in een bepaalde richting geduwd. En dat hoeft niet de goede richting te zijn. Dus een engelvorst wordt in de schrift heel vaak als een goddelijke gestalte aangevoerd. En als dat negatief is, dan is dat eigenlijk een afgod. Maar hij heeft ook diezelfde naam, goden. Hoe kon Jacob zeggen dat hij God heeft gezien? Hij heeft Elohim gezien, hij heeft de engelvorst van Esau gezien. De vraagsteller zegt, er staat toch in de Bijbel dat niemand God heeft gezien, zelfs Mozes niet. God zien betekent sterven, ja. Maar Noach en zijn vrouw zeggen dat tegen elkaar, we hebben God gezien, hoe kan dat nou? En God zegt op de Sinaï tegen Mozes, niemand kan mij zien en leven. Dat is waar, maar het gaat hier ook niet over de God der goden. Over de God van Jacob. Het gaat hier over de engelvorst van Esau, althans in mijn verklaring. Trouwens, ook als je de eerste verklaring neemt en je zegt, het is hier een engel van God, dan nog kun je toch niet zien dat Jacob door het zien van die engel God gezien had. Dat zou dan toch hetzelfde probleem blijven. Dat is dus met die uitleg ook net zo moeilijk te begrijpen. Als die engel een duistere engel zou zijn, hoe kan het dan dat de engel Jacob zegent? Kijk, een aantal van die vragen hebben allemaal te maken met een paar gewone misverstanden. Dat kan ik heel goed begrijpen. En het kan ook best zijn dat ik het mis heb en dat u het goed ziet. Maar in eerste plaats zit dat in dat woord God, Elohim, El. Wat dus ook God met een kleine g kan betekenen. Goden of engelen of wat voor hogere machten dan ook. Maar niet de God der goden, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En het tweede misverstand zit hem in dat woord zegenen. Vooral als je daar nog eens Hebreeën 7 bij haalt. Waar de schrijver zegt dat de mindere door het meerdere gezegend wordt. Zoals Melchizedek, Abraham, zegend enzovoort. Ja, dan sta je weer op het verkeerde been. Want ik zeg nog eens een keer, het uitgangspunt is wat je vindt in Genesis 12 vers 3. En wat vele malen herhaald wordt, of althans ettelijke malen in het boek Genesis. Wie u zegent, die is gezegend. En dat wordt tot Abraham gezegd, als ik me goed herinner, tot Isaac en tot Jacob. Het klinkt steeds terug. Israël zegenen. Wij zegenen Israël. Niet in die zin van Hebreeën 7, alsof wij de meerdere zijn die de mindere zegenen. Dat is heel wat anders. Dat is zoals een vader de aartsvaderlijke zegen aan zijn kinderen geeft. Maar zegenen betekent hier lofprijs. Net zoals er staat dat wij God zegenen. In het Nederlands klinkt dat vreemd. In het Engels is heel gewoon God, to bless God. Maar het is hetzelfde werkwoord. Bij Melchizedek lezen we dat hij Abraham zegende, maar dat hij zelf zegt, gezegend zij God de Allerhoogste. Dat betekent geprezen, geloofd. Israël zegenen, Abraham zegenen,
Dat betekent het goede over hem proclameren. En bij Esau naar Jacob toe betekent het nog eens heel specifiek de zegen erkennen die God voor Jacob bestemd heeft. De grotere zegen waar Esau niet aankomt, waar hij geen recht op heeft en dat moet hij erkennen. Hij moet erkennen dat Israël nummer 1 is. En dat blijft het ook altijd, tot in het Messiaanse Rijk aan toe. Dus dat betekent het woord zegenen. En niet in die zin van God die een mens zegent, waarbij het dus de meerdere is die de mindere zegent. Woorden als zegenen hebben allerlei betekenissen in de Bijbel. Nogmaals, de sleutel is, en daar moet u maar eens goed over nadenken, Genesis 12 vers 3. Wie u zegent, jou Abraham, wie jou zegent Abraham, die is gezegend. Denk maar eens over na wat dat betekent. Abraham zegenen, Isaac zegenen, Jacob zegenen, Israël zegenen. En dan zijn er verschillende vragen die nog eens een keer opvatting 1 herhalen en daar een lans voor breken. Prima. Misschien hebt u wel gelijk, maar ik geef de voorkeur aan die tweede uitleg. Maar ik zal die eerste niet weggooien. Dus als hier staat, is het niet zo dat Jacob moest strijden met de engel van God om zo te beseffen dat hij niet kon winnen op eigen kracht en zich dus moest onderwerpen aan God? Een beetje in de trant van een klein kind dat krachten meet met zijn vader, waarbij de vader niet meteen laat zien dat hij eigenlijk veel sterker is. Prachtig. Misschien is dit het wel, maar ik denk het niet. Het is met de uitleg van de schrift heel vaak zo dat je verschillende uitleggingen naast elkaar hebt. En dan is het je ervaring, maar het is soms misschien ook wel natte vingerwerk. Anders zouden we zeggen, het is de leiding van de Heilige Geest. Maar ja, dan zeg je meteen, mijn uitleg is de goede. Aan welke uitleg je de voorkeur geeft? Ik ben er al heel erg lang mee bezig. Sinds ik dat boekje van F. de Graaf ken en sinds ik mijn boek ergens in de jaren 90 geschreven heb, De Negende Koning, ben ik al heel bezig met deze problematiek. En tot op de dag van vandaag vind ik de tweede mooier dan de eerste. Maar nogmaals, als u de eerste wilt aanhouden, mijn zegen, oh, dat is wel leuk gezegd, ja, mijn zegen hebt u. Engelvorsten van de volken zijn eraan gelegen om Israël te vernietigen. Waarom dan de zegen? Dat vind ik een mooie vraag. Dit is de engelvorst van Esau, maar die vertegenwoordigt Esau. Zoals de engelvorst van Egypte al die Egyptenaren vertegenwoordigt. En we hebben van het begin af aan gezien, vanaf de zwangerschap, vanaf de geboorte, vanaf de zegen die over Esau is uitgesproken. Esau heeft twee opties. Hij kan vechten om Israël van het lijf te houden, om te proberen Jacob, dat is Israël, toch te overwinnen en de baas te worden. En dat heeft de heidenwereld altijd weer door de eeuwen heen geprobeerd tot op de dag van vandaag. Dat is de ene optie. En de andere optie is Israël te zegenen. Met andere woorden, de twee opties van de engelvorst wordt verwerkelijkt in het feit dat sommige Edomieten zeggen, nee, dit is niet de weg. De weg is Israël te zegenen. Zoals Jacob deze engelvorst, deze engel dwingt hem te zegenen, zo heeft God in zijn genade heel veel Edomieten, en dan mag je toch wel zeggen duizenden en duizenden door de eeuwen heen, ertoe gedwongen, ondanks hun Edomitische afkomst, om Israël te zegenen. En om de Messias van Israël te zegenen. Dus ook daarvoor geldt weer, je moet dan eerst wel dat goede woord, dat woord zegenen goed begrijpen. Hoe kan een mens hier, Jacob, een kwade engel overwinnen? Ja, waarom dan niet? Aan het begin van hoofdstuk 32 hebben we gezien, Jacob komt met Machanaim, zoals het Hebreeuws het zegt. Twee legers. Misschien zijn er wel twee legers engelen. De rabbijnen zijn daar een beetje verschillend van mening over. Twee engellegers. En dan moet hij het opnemen tegen één kwade engel. Je moet niet alleen maar aan Jacob denken. En niet vragen stellen, kan een mens een engel overwinnen? Nee, je moet vragen, kan een mens met twee legers van engelen achter zich een kwade engel overwinnen? Dan is het antwoord toch niet zo moeilijk. Nogmaals, daarom is dat juist zo treffend. Aan het begin van hoofdstuk 32 vind je dat al. Een leger van engelen. Ik geloof dat het Rashi is die zegt, dat waren twee legers eigenlijk. Het leger van Padan Aram, waar die vandaan kwam. En die bij de grens, daar stuiten ze bij de Jabok op dat andere leger, dat leger van de engelen die in Kanaan thuis horen. En die begroeten hem. De ene wuift hem uit en de andere groep die verwelkomt hem. Mooie uitleg. Weten we weer niet of dat nou echt zo klopt. Maar het is mooi omdat het ons helpt te begrijpen. Jacob is in goed gezelschap. Hij heeft al zijn mensen om zich heen, maar er zitten geen soldaten. Hij heeft geen soldaten.
Maar hij heeft twee engellegers. Of één leger van engelen en één leger, dat is zijn eigen schare. Waarom zou die het niet kunnen opnemen tegen een kwade engel? En daarbij zo succesvol zijn dat als de volgende dag Esau op hem afkomt met 400 strijders, de zaak bij voorbaat al beslist is. Nou, ik hoop dat het een beetje helpt om te begrijpen hoe ik er tegenaan kijk. Een heldere uitleg staat hier. Nou, bedankt, bedankt. Maar voor alle kijkers, waar ligt Edom heden ten dagen? Nou, waar het altijd lag. Het gebergte van Seir, dat ligt tegenwoordig in het zuidelijke gedeelte van Jordanië. Als je met de bus, zoals we dat ook wel eens gedaan hebben, van het zuiden naar het noorden rijdt, dan kom je eerst nog een stuk Edom. En dan door Moab en dan eindig je in Ammon, waar de hoofdstad Amman ligt van Jordanië. Maar Edom overlapt ook met een, wat dan nu het zuidelijk gedeelte van de staat Israël is en ook gedeeltelijk van het noorden van Saoedi-Arabië. Daar zul je Edom moeten zien te vinden. En laat ik daar meteen een andere vraag aan verbinden. Waarom zijn wij in het Westen Edomieten? Volgens de volkenlijst van Genesis 10 stammen wij af van Jafet, dus niet van Sem. Goeie vraag. We zijn geen letterlijke Edomieten. Toen de rabbijnen in de Talmud schreven, maar ook in vele andere rabbijnse geschriften die tot dusver voor ons zijn bewaard gebleven, konden ze moeilijk schrijven over Europa, over het Romeinse Rijk, over Rome. Dat was levensgevaarlijk om die namen te noemen. Ze gebruikten een schuilnaam. Maar dat was niet zomaar gekozen. Daar zat een diepe gedachte achter, een diepe Bijbelse gedachte, mag ik wel zeggen. Ze zeiden onze tegenstanders, dat zijn dezelfde tegenstanders die dat ook voor Jacob al waren. Jacob, dat is Israël. Onze tegenstanders nu, dat zijn de, dat noemen wij de Edomieten. Dus als je daar vindt Edom, dan wordt daarmee bedoeld die westerse wereld die toen nog Romeinse Rijk was en daarna het christelijke Romeinse Rijk. En toen viel dat een beetje uit elkaar, tot op de dag van vandaag. Maar dat was een soort codewoord. Nou kun je zeggen, oké, dat hebben ze dan zo afgesproken, ze hadden ook wat anders kunnen nemen. Nee, ze hadden toch niet wat anders kunnen nemen. De grote vijanden van Israël hebben niet gewoond in Azië, in het Verre Oosten. Of in Afrika, afgezien van Egypte. De grootste vijanden door de eeuwen heen, die woonden in het christelijke Westen. Hier bij ons, in Europa. Op Nederland na is er bijna geen land in Europa te bedenken dat niet op een bepaald moment de Joden verjaagd heeft uit haar midden. Alle landen, ook in Nederland is wel eens een pogrom geweest. In alle landen zijn jodenvervolgingen geweest. De vijanden van Israël woonden hier. En als de vijanden in Genesis van Jacob, als dat Esau is, en Jacob is Israël, dan zijn de grootste vijanden van Israël uit de geschiedenis de Edomieten. Dat zijn wij, het christelijke Westen. Waarvan er heel veel geëmigreerd zijn naar de overkant, naar Noord- en Zuid-Amerika. Maar het is nog steeds dat christelijke Westen. Dus je moet niet naar een letterlijke afstamming kijken. Je moet naar een figuurlijke, geestelijke afstamming kijken. Jacob kon alleen maar overwinnen in de kracht Gods. Gelijk als uiteindelijk Job. Punt. Dat is geen vraag, maar een opmerking. Ja, dat is helemaal terecht. Tuurlijk. Ik kom straks terug op die vraag. Hoe kon Jacob nou een kwade engel overwinnen? Omdat hij de kracht Gods bij zich had in de gestalte van deze grote engelenmenigte die met hem op weg was. Het was dus niet alleen maar Jacob tegen die man, zo wordt hij eerst genoemd, man. Maar het wordt ook genoemd een engelenmacht aan de kant van Jacob. En aan de andere kant een engelmacht die aan de kant van Esau staat. Ik heb het eigenlijk weinig gehad en daar ga ik ook nog geen tijd voor nemen over Hosea 12. Hosea 12 is werkelijk een sleutel om dat te begrijpen. Hosea 12, daar wordt gesproken over deze strijd van Jacob met de engel. En daar vind je ook een parallel. Die engel, dat is de broer van Jacob, dat is Esau. Dat is degene die hem in de geestelijke wereld vertegenwoordigt. Daar kan ik nou niet verder uitwerken, maar in mijn boek De Negende Koning heb ik dat wel gedaan. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk als sleutel om dit gedeelte te verstaan. Daar zie je zelfs dat die engel huilt. Hij weent. Hij is in de houtgreep van Jozef. Hij kan geen kant uit van Jacob. Hij is in de houtgreep. Hij kan geen kant uit. Hij moet Israël zegenen. Hij wordt gedwongen. En dan zegt hij ook, en zo heeft Rashi het ook uitgelegd, we zullen elkaar wel ontmoeten in Bethel. En daar moet God dan maar tussen ons recht spreken. Als scheidsrechter optreden. Nou ja,
Ik kan niet allemaal hier vertellen, maar ik heb het elders allemaal uitvoerig opgeschreven. Persoonlijk denk ik, zegt de vraagsteller, dat juist dat Jacob hier met God worstelt. Wat leidde tot zijn bekering? Jacob vocht met eigen kracht en God liet hem winnen omdat Jacob trots was. Ja, dat zou best kunnen. Ik denk het niet, maar wie ben ik om te zeggen, dit is niet de uitleg. U moet dus steeds onthouden, er zijn twee uitleggingen. Je vindt aan beide kanten Joodse uitleggers, je vindt aan beide kanten christelijke uitleggers. Die eerste uitleg is wel erg een beetje voorgetrokken in ons Westen. Die andere is te veel op de achtergrond verdwenen. Het zijn twee uitleggingen en je moet kiezen. En het kan zijn dat u uiteindelijk gelijk blijkt te hebben, best. Maar mij bevredigt die tweede, omdat die voor mij een heleboel vragen beantwoordt, zoals ik dat vanavond heb geprobeerd te doen. God brak hem, sloeg hem. Jacob erkende, hij beleed zijn zonde. Ik ben Jacob de bedrieger. En op dat moment kon God zijn hart, zijn identiteit veranderen en zijn naam veranderen. Ik zeg hetzelfde, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ik denk dat de andere uitleg beter is. Maar nogmaals, het is prima zoals dat u dat zo naar voren brengt. En het zou best zwaar kunnen wezen. En dan die laatste vraag, die hebben we eigenlijk ook al gehad. Als het een zwarte, duistere engel was, hoe kon hij dan Jacob de naam Israël geven? Satan verafschuwt toch Israël? Ja, maar dat is weer een beetje te simpel. Natuurlijk verafschuwt Satan Israël. Hij verafschuwt trouwens ook de christenen. Hij verafschuwt alles wat van God is. Maar het is de engel was van Esau. Dat is niet hetzelfde als de Satan. Want er zitten in Esau, in Edom, ook goede elementen. Daarvoor hebben we christenen voor Israël. Dat zijn allemaal hele goede Edomieten. Bekeerde Edomieten die hier aan het werk zijn. En daar mag ik zelf ook bij horen. Dus er zit in Edom ook een element dat erkennen wil. De zegen komt Jacob toe. En die naam Israël, daar hebben we het ook al uitvoerig over gehad. Zoals de engel het geeft, is dat niet een soort erenaam, behalve dan die zin dat hij moet erkennen, ja, we hebben de hele nacht gestreden met elkaar, je hebt uiteindelijk gewonnen. En je hebt me niet laten weglopen, je hebt me niet terug toegekeerd, je hebt me niet in elkaar getimmerd. En nogmaals, dat wil ik heel graag benadrukken, misschien wel een van de belangrijkste en mooiste dingen van het hele gedeelte. Je hebt me niet weggeduwd, je hebt me niet laten vallen, je hebt me aan je hart gedrukt. Je hebt me in de houtgreep genomen, zei ik al. Je hebt tegen me gezegd, ik laat je niet gaan. Ook al komt de dageraad eraan, je zult mij eerst zegenen. En denk erom, ik heb straks heel even dat gezegd. Israël is zo belangrijk voor onze cultuur. Als ik belangrijke, waardevolle mensen op televisie zie, of in de krant lees, of op het internet vind, die iets heel veels voor ons betekend hebben, op medisch terrein, op kunstzinnig terrein, of wat dan ook, dan denk ik heel vaak, hey, dat kon wel eens Joden zijn. En dan kijk je daarna, dan blijkt het zo te zijn. Alleen al zoiets simpels. De cultuurzegen van Israël voor Edom. Wist u dat het aantal Joden in onze westerse samenleving, dat is minder dan 1% natuurlijk, maar wist u dat 10% van alle Nobelprijswinnaars Joden zijn? Israël heeft zo'n geweldige cultuurzegen betekend voor ons. En dan gaat het maar gewoon om, inderdaad, cultuurzegen. Weet u, wie heeft de eerste auto ontworpen? Een Jood. Wie heeft het eerste vliegtuig ontworpen? Een Jood. Nou ja, goed, ik zou zoveel voorbeelden kunnen noemen. Dat noemen we cultuurzegen. Edom weet niet half wat ze aan Israël te danken hebben, aan Jacob te danken hebben. Maar als het misging, dan kreeg altijd Jacob de schuld. Israël kreeg de schuld. Israël, in de tijd voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Duitsland, waren zo ontzettend veel belangrijke posities ingenomen door Joden. Weer een enorme cultuurzegen. Israël kon zich nauwelijks voorstellen. Duitsland kon zich nauwelijks voorstellen hoe ze het hadden moeten redden zonder al die Joden. Het prachtige treinstelsel, spoorwegstelsel was door Joden ontworpen. En werd later gebruikt om al die Joden te transporteren naar Auschwitz. Zo werd het misbruikt. Israël heeft ontzettend veel betekend voor onze westerse wereld. Een geschiedenisboekjes die daar niet aandacht aan geven, die zijn geen knip voor de neus waard. Cultuurzegen. Israël heeft zich zo vaak in onze geschiedenis vorstelijk gedragen. Dat betekent hun naam. En of het nou is met hangen en wurgen en met tegenzin, maar de engel moet erkennen, jij bent Israël. Je hebt je vorstelijk gedragen tegenover mij als gezant van Esau. Later zegt God, ik zeg het nog een keer,
Genesis 35. Ik heb diezelfde naam voor jou, Jacob, maar nou met een andere betekenis. God is jouw vorst. God is jouw strijder. God is degene die zich vorstelijk tegenover jou gedraagt. Want uiteindelijk komt het met Jacob goed. Niet omdat hij van Esau gewonnen heeft, maar omdat heel langzamerhand God hem eigenlijk zover krijgt als waar hij hem hebben wil. Dat is nog niet zozeer in Genesis 32. Dat is nog niet het moment van de bekering. Maar dat is bij Jacob in Bethel. Daar is de grote omkering. In Genesis 35 vind je 4 begrafenissen. De afgoden worden begraven. Rachel wordt begraven. Deborah, de voedster van Rebecca, wordt begraven. Wie is nou de 4e? Die ben ik even kwijt. Maar dat is apart. Maar er zijn 4 begrafenissen. En die hebben te maken met het feit dat hij zijn verleden achter zich laat. Daar is voor mij de omkering. De echte bekering. Als hij het verleden achter zich laat. Het is dood en begraven. En hij maakt een nieuwe start. Dat begint in Bethel. Bij de God van Bethel. Nou, ik weet niet. Heb je nog reservevragen? Ze komen toch een beetje allemaal in dezelfde richting. Hè? Dat is ook helemaal goed. Nou, ik hoop dat u mij verdraagt, dat u niet zegt, ik wil die uitzendingen van Christopher Rissel nooit meer horen vanwege deze rare leringen die hier verkondigd worden. Wees eens zo coulant en stel je ook eens open voor een andere uitleg daaraan waar je gewend bent. En als u de voorkeur blijft geven aan de uwe, mijn zegen heb je voor wat het waard is. Zullen we de avond afsluiten met gebed? Ja, Heere God, we hebben de wijsheid niet in pacht. We zoeken en we studeren en we overdenken en we vergelijken. En dan komen we soms op bepaalde inzichten. En het is heerlijk dat we gelukkig van mening verschillen mogen met elkaar. En dat we ook in die merkwaardige engel met wie Jacob in aanraking komt, verschillend mogen denken. Heer, zegen ons daarin, want ze hebben allebei hun aantrekkelijke kanten. Maar laten we bovenal mogen vasthouden, Heere God, dat die strijd tussen Jacob en Edom, Israël en Edom, doorgaat tot op de dag van vandaag. Het is één grote worsteling. Maar uiteindelijk zullen we elkaar ontmoeten in het Messiaanse Rijk. Wanneer de Messias is teruggekomen en zijn heerschappij aanvaardt over deze wereld. Wanneer Israël het middelpunt van de wereld zal zijn. En ook wij als bekeerde Edomieten daar onze plaats zullen mogen innemen met hem. Dat is een geweldig vooruitzicht. En ook al zouden we verschil van opvatting hebben over de route die ons daarheen leidt, dat is niet zo erg. Als we maar weten van het eindpunt waar we tenslotte zullen mogen uitkomen. Dank u voor deze overdenking. Help ons bij het verwerken daarvan, ook al hebben we dingen gehoord die anders waren dan we wel eens gehoord hadden. Help ons om tot onze eigen inzichten te komen en te blijven studeren in uw woord en altijd bij te leren om ons inzicht te verdiepen. Want uw woord is zo rijk en zo veelzijdig en zo kostbaar. We danken u daarvoor. Vertrouwen ons voor deze avond ook verder aan u toe en we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.